breng je naar MC Leng en Mad Men op de Vos. Pieter Records, Slisco Vars, motherfuckers. Ramp aan die bal, stoot de vaart, dansvol des. Chillen voor de hoek, yeah, met de nacht. Ik ben begonnen gewoon ja, in Marokko, gewoon in het begin gewoon full contact, daarna kickboksen. Ik heb hier gekomen misschien 1996 hier in Nederland. Gelijk gewoon A-klasse gewoon. Was ik in, zeg maar, ja, was ik in topniveau denk ik die tijd ook. Alle wedstrijden bijna knock-out, eerst een paar wedstrijden gewoon. En ja, tot nu speel ik gewoon nog. Ik was een keertje gewoon eruit, 3 jaar eruit, gewoon was mijn been gebroken gewoon. Dubbele fractuur, scheen been en koud been. En daarna wel op zeg maar 2,5 jaar ben ik weer terug, gewoon een topniveau nog. Bijna allemaal, allemaal wel gewonnen. En misschien 2 verloren of zo. In thaiboxing en doe ik ook boksen, profboksen ook erbij. Dat is gewoon, mijn plan was gewoon vanaf het begin af aan gewoon beuken. Het was niet zeg maar opbouw of zo. Want ik weet dat hij een beuker is en met hem kun je niet op punten gaan maken. Dus ik moet gewoon beuken. Dus gewoon vanaf de eerste minuut, zodat hij de bel gaat, moet je gewoon actie maken. Hoe ik mijn motivatie terug kan krijgen, ja, dat is namelijk de vraag. Hè? Daarom wil ik even een stapje terugnemen om te kijken hoe ik dat kan terugkrijgen. Dat kan door. Ja, om gewoon weer te kijken wat voor tegenstanders er lopen. Er zijn nog genoeg tegenstanders, daar zal het niet aan liggen. Maar ik heb gewoon even een periode waarin ik het gevoel heb dat ik alles al heb gehad. Niet dat ik alles al heb bereikt, maar voor mijn gevoel heb ik het lang genoeg gedaan. En om nou te kijken wat mijn motivatie terug kan halen. Ja, misschien is het kijken wat sport nog meer met zich meebrengt. Of wat voor andere sport ik kan doen. Of dat is even nadenken over de komende periode. Ik kijk gewoon terug naar een partij die ik heb gevochten in het verleden. Ik heb gevochten. En mijn gevoel heb ik gewonnen. En zoals ik het zeg, het is gewoon het is gebeurd. Nu gaan we dat heden, toch? Naar de toekomst. Ik zie het als een positieve partij. Die ik gewonnen heb. En ik ben het al vergeten, ik kijk nu alleen naar de toekomst. De laatste partij die ik echt heb gezien, dat is Mosab tegen Mootje Kamal. Daar ben ik ook geweest. Het was een hele mooie partij. En ik ken die jongens allebei en het zijn toppers natuurlijk. En ja, dat is eigenlijk zo'n beetje de partij die ik gevolgd heb. En verder weinig gezien of gevolgd. Ik denk dat je alleen positief ernaar kan kijken en dat het een beladen wedstrijd was waar er veel spanning in zat. En niemand doet het zieker, die klein en Arabi bomros aan je speakers. Over waar we zijn, hadden wij het zakelijk. Outfit fresh, motherfucker, noem het schadelijk. Je bent een schande, snel wegwezen. Rol niet met bitches, niggas maar met beesten. Een vriend big boss, geen Rick Ross. Dit is Pitterflex, de Amsterdamse trots. Hij is de koning, ik de next best goon. Arabi de onderbaas, je weet hoe wij het doen. Zakelijk bitch, shoutout naar Ross. Loop veilig door mijn hoed, want van mijn hoed krijg ik drugs. Ben geen eens bekend, word niet al herkend. Heb swag als een motherfucker, jij hebt geen talent. Jij bent wat vetter, ik ben wat doper. Mixtape 2, motherfucker, het is over. De hele fucking tent gaat los, jongen. Als ik ons spit, dan gooi je fucking vuist op. Wil je hangen met dit? Ik hou het zakelijk. Ik hou het zakelijk. THC Records en niks best in deze bitch. Wie anders dan ik rip hem nu dat flex waar zit. Ik hou het zakelijk. Ik hou het zakelijk. Ik hou het zakelijk. Yeah. Strictly business, je weet hoe ik er rol. Ik rol met tuig die je zo stikken voor de dood. Rennen zo in je huis, liggen je voor je mo. Zitten in de blow, die shit is zo gewoon. Je weet hoe ik er flow. Straight straat, je wordt er zo uitgepikt. Hoor ik dat je fake praat. Voor de thaiboxing doen of boksen, ken ik gewoon makkelijk. Dat kan ik gewoon concentreren. Als je boksen doet, kan ik wel goed concentreren. Dat doe ik gewoon alleen boksen. Hij kan heel goed overschakelen. Hey, kan ik heel goed overschakelen, gewoon zeg. Ja, en ik vind gewoon ook boksen makkelijker dan thaiboxing, denk ik. Vind ik ook. Makkelijk, alleen maar boksen gewoon, ja. Dan kan ik gewoon 20 rond blijven gewoon in de ring. Gewoon boksen maakt niet uit, gewoon. Maar thaiboxing heb ik gewoon benen gebroken, gebruiken en boksen en alles. Meer conditie en meer energie moet hebben gewoon. Ja, de captain. In principe gewoon mijn eigen spel spelen. En,
dat Mosab toch een aanvallende vechter is. En in principe laten komen en dan weer eroverheen komen. Ja, wat moet ik zeggen, zoals jullie van mij gewend zijn. Elke partij ga ik gewoon nu om te beuken en die partij was hetzelfde. En mijn gameplay was gewoon slopen en dat heb ik ook gedaan. En ja, wat moet ik zeggen. Ja, het is gebeurd. Nu naar de toekomst kijken, toch? Ja, er zijn genoeg jongens tegen wie ik zou willen staan, genoeg toppers. Maar om mijn motivatie nog een beetje op te krikken, het zijn natuurlijk jongens zoals Mootje Kamal die het heel goed doet. En die zit natuurlijk in de 70 kilo. En dan heb je natuurlijk Mosab Amrani, waar ik tegen gevochten heb. Ik ken hem nu goed, goede vriend van mij ook. Alleen, ja, ik zou nog heel graag nog even deel 2 willen maken met Mosab en Boedan. En dan wil ik het heel graag goed maken. En dat kan mijn motivatie zeker opkrikken. Dat weet ik wel. Westside, allebei, HKPT, DTF niggas, allemaal mannen doe mee. De boze, hou van sippen en smoken. Klik, pluk, die je bitch, laden en lozen. Als een chick mijn lul, wil ze heel snel stoten. Met de pik in de bek, is ze snel uitgesproken. Een straatneger heeft geen gevoel voor een slet. Voor een WhatsApp mag je snel kneuk in de bek. Maar de leven draait niet alleen om die gare stinkos. Ergens op de eerste plaats op zoek naar euro's. Reken de stappen. Mijn aanstaande partij is 14 mei in Frankrijk, in Lyon, tegen Kamal Jamal, wat ik heb begrepen. En ja, dat is de eerste volgende partij voor mij. En ik hoop dat ik daarvoor nog wat heb. Ik sta gewoon klaar, open voor alles. Ik weet niet waarom ik niet raak. Nee, weet je, het is, ik train heel veel, weet je. Mijn idool is altijd Mohammed Ali geweest, nu nog steeds. En ja, hij bewoog heel veel, hij incasseerde, kon nog natuurlijk heel goed incasseren, los daarvan, maar hij kon dan zo goed bewegen, ondanks dat hij zwaargewicht was, zo lichtvoetig. En Roy Jones Jr., ook een van de boxers, die, waar ik vroeger altijd naar keek toen ik jaar op 13, 14, 15 was, ja, dat was gewoon prachtig om te zien hoe de jongens boksen, voetenwerk. Ja, het enige wat ik deed was eigenlijk even een beetje proberen na te bootsen. En waarom ik echt beweeg eigenlijk, is ook de reden, ik kan maar zien met één oog. En mijn lichaam heeft een beetje aangeleerd om veel te bewegen met mijn hoofd. Omdat ik maar ja, met één kant kan zien natuurlijk. En dat heeft denk ik ook een beetje gemaakt hoe mijn stijl nu een beetje is. Dat ik ben verplicht te gaan bewegen. Ik ben niet van plan om nog heel veel partijen te gaan knokken in een jaar. Ik heb afgesproken door maximaal 3 à 4 partijen in een jaar te vechten. Waarom? Omdat ik nog jong ben. Ik heb heel veel partijen achter de rug gehad. Ik heb tussen de 40, 45 partijen achter de rug gehad. Ik heb 3, 4 weekenden achter elkaar gevochten. Vandaar dat ik ook zo snel omhoog ben gegaan. En voor mij besloot om wat minder te vechten. Waarom? Kijk, ik ben verliefd op een sport. Thaiboxen, Muay Thai is gewoon een hele mooie sport. Maar als je de mensen kijken naar het sport, maar achter de schermen zijn er dingen wat minder zijn. Dat is een heel lang verhaal, maar ook voor mezelf. Ik denk niet dat het goed voor je lichaam is om te veel te gaan vechten. En ook niet goed voor jou. Yeah. U begeleidt mij door het bos. Slangen, demonen. Mijn familie zal niks overkomen. Leven is raar. Leven is zwaar. Ondanks alles blijft iedereen die daar leven voor niet te begrijpen. Door al die tegenslagen zal ik nog sterker in mijn schoenen staan. Leven is raar. Het streven is zwaar. Ja, ze zeggen dat je met één hoop geen liefde kunt zien. Ja, ik heb het zelf vanaf mijn tweede jaar en ik weet zelf niet beter dan dat ik kan zien met één oog. En, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er helemaal geen hinder aan. Voor mij zou het heel vreemd zijn als ik morgen met twee ogen zou kunnen kijken. Qua diepte, ik bedoel van ontwijken gaat tot nu toe gewoon super. Dus in principe qua diepte heb ik er geen last van. Het is eigenlijk een ondankbare sport, weet je. Je kan zoveel vechten, zoveel winnen en dan heb je één partij die dan niet zo goed afloopt. En dan gelijk, hij heeft verloren, hij heeft dit, hij heeft dat. Wij, zoveel achter de rug hebben, dan kijken ze niet naar het verleden. Kijk ze gewoon naar de afgelopen partij. Maar ja, daar leer je ook mee leven. En dus gewoon schijt aan hebben. Ja, het is ook een van de redenen wat ik bedoelde met achter de schermen. Als jij 10 partijen achter elkaar goed knopt, je verliest er één of je vecht er één minder, word je gelijk
naar beneden gaat. Maar ik denk dat jou dat extra motivatie moet brengen om verder te gaan. En je moet nooit kijken en luisteren wat de mensen zeggen. Gewoon positieve dingen uit jezelf kunnen halen en negatief proberen positieve dingen te halen. Het is gekomen door, ik was aan het spelen, anderhalf jaar, twee jaar. Stok tegen mijn ogen gehad. Dat was in mijn geboorteland, ik woonde nog in Marokko. En het was zo kapot dat je in principe niet meer kon repareren. En, ik kan me er zelf helemaal niks meer van herinneren. Dat is denk ik ook wel een voordeel. Klopt dat ik Nicky uit heb gedacht. Het is zo gegaan. Ik heb vorig jaar tegen hem gestaan hier in Amsterdam. En de uitslag heb verwezen dat ik de pot op punt heb verloren. Naar een extra ronde waar ik het niet mee eens was. Maar ja, dat meningen verschillen natuurlijk. En hij heeft de laatste keer zijn wereldtitel gewonnen. Van een jongen uit Duitsland. Die ik persoonlijk niet heel erg goed vond. En ik dacht van joh. Als jij een echte tegenstander wil hebben, dan sta ik klaar voor jou. Dus vandaar dat ik de ring in ben gestapt, in zijn eigen huis. En, dus ik heb me aangeboden als uitdager. En als hij volgend jaar echt een titel wil verdedigen, dan sta ik er helemaal voor open. Al die kerels met swaggers. En ik zeg ze, leer eerst de wereld verkennen. Je moet niet vet rappen. Je bent een nep rapper, kop van die ventjes. Ik vind het vet lekker, ik moet vet lekker. Van al die veldlessen, vet rappen. Ze zeggen, sluit je moet voor geld rappen. Ik moet geen backstabbende bit. Wassende gasten in ghettos met blaffers. Het geld tellen, dit is die backpack en de tellen met vijf lessen. De mad tech attack, dit is die track trashen. Dit is die nummer 1, top of the bullshit. Neusje van de zalm, proef voor die kills bitch. Dus breek je nek, ik zeg breek je nek. Pea en Kluis, je verrippen de trek. Opgefokte shit, ik laat je knikken rollen. Space het op dit jaar, spit het in de ronde. Lompe gasten.